deze opgave gaan we kijken naar een deksel. Deksel zit aan een kist vast en de vraag die gesteld wordt is: hoe groot is nu de kracht die deze rol uitoefent op het deksel? Het deksel staat stil en het deksel draait niet. Daar gaan we dadelijk gebruik van maken. Wat is bekend? De massa van het deksel is gegeven, die is 1,5 kilogram. De lengte van het deksel is 80 centimeter en op 60 centimeter afstand werkt dus de kracht van die rol. En de deksel staat open onder een hoek van 30 graden. Als we nou gaan kijken naar de wet die zegt dat alle krachten samen nul moeten zijn, die wet geldt natuurlijk, dan zien we dat er drie krachten zijn die meespelen. Een kracht die hier in de as grijpt op het deksel. Een kracht die hier door de rol wordt uitgeoefend, die heet dan F-rol. En natuurlijk de zwaartekracht die het deksel naar beneden zal willen trekken. De zwaartekracht werkt precies in het midden van het deksel en naar beneden. Het probleem is dat twee van die drie krachten zijn onbekend. Dus hier kom je niet verder mee. Je loopt hiermee vast. Maar gelukkig geldt er ook nog een andere wetmatigheid. Namelijk dat het deksel ook niet draait. Dus het moment zal ook nul moeten zijn. Het grote voordeel is dat het moment van de kracht die hier zo werkt op de as, die is altijd nul. Want de arm van de kracht tot de as, de kortste afstand van de kracht tot de as, die is nul. Want de kracht staat altijd per definitie door de as. Dus bij momenten hoeven we met deze kracht hier door de as geen rekening te houden. We hoeven alleen maar te kijken naar F-rol en te kijken naar de zwaartekracht. Van allebei de krachten moeten we de arm gaan bepalen. En omdat we de grootte van de zwaartekracht al weten, die kunnen we daar namelijk ook uitrekenen, kunnen we tot slot de grootte van de rolkracht ook uitrekenen. Nou, hoe groot is nou de arm van F-rol? Als we nou goed kijken, dan zullen we zien dat deze afstand langs het deksel, die al aangegeven is, dat is de kortste afstand van F-rol tot het draaipunt. Dus de arm van F-rol is 60 centimeter. Nu kunnen we helaas bij de zwaartekracht niet hetzelfde doen, want deze afstand is niet de arm van de zwaartekracht. Dit is de arm van de zwaartekracht, de kortste afstand van die rode pijl tot het groene draaipunt. En dat zullen we even moeten gaan uitrekenen. Deze afstand weten we wel, want dat is natuurlijk de helft van het deksel, dus die is 40 centimeter. We hebben nu de situatie dat we een schuine zijde weten. We weten de hoek en we willen de aanliggende zijde weten. Dat is die onderste gele pijl. Dus we moeten aan de gang met de cosinus dadelijk. Nou, tot tijd om eens te gaan rekenen. We gaan eerst de zwaartekracht uitrekenen, de grootte ervan. En dan gaan we ook nog, daarna gaan we uitrekenen de grootte van de arm. En tot slot gaan we de momentenwet gebruiken. Goed, stap 1. De zwaartekracht. Nou, zwaartekracht is natuurlijk m/g. Is 1,5 kilogram keer 9,81. Is 14,7 newton. Dus er werkt een zwaartekracht op het deksel van 14,7 newton. Nu de arm. RZ zal ik hem noemen. De arm, we moeten van de SOS-Castoa moeten we de kas gebruiken. De arm is gelijk aan de cosinus van 30 graden. Maal de schuine zijde. En de schuine zijde is precies de helft van de lengte van deksel. Dus 40 centimeter. En als we het gaan uitrekenen, dan komt er uit 0,346 meter. Sorry. Goed. Nu hebben we die twee dingen eens uitgerekend. Nu gaan we de momentenwet gebruiken en kijken of we het kunnen uitrekenen. De som van alle momenten moet nul zijn. Dat houdt in deze situatie in, omdat we twee krachten hebben die tegen elkaar inwerken, dat de zwaartekracht maal de arm van de zwaartekracht even groot moet zijn als de rolkracht maal de arm van de rolkracht. We hebben net gezien dat we die twee armen hebben berekend en we hebben de grootte van de zwaartekracht berekend. Dus we kunnen dit omschrijven. Dan kunnen we zeggen de F-rol moet dan gelijk zijn aan F-zwaartekracht maal de arm van de zwaartekracht delen door de arm van F-rol. En die weten we allemaal, dus we kunnen het gaan invullen. Is 14,7 maal
3, 4, 6. Delen door 0,60. En dat komt uit 8,486 Newton. Gaan we nog even kijken naar de significante cijfers. Nou, de hoek is in twee cijfers gegeven. De lengte van alle gegeven lengte zijn ook in twee cijfers gegeven. En ook de massa was in twee cijfers gegeven. Dus uiteindelijk moet ons antwoord in twee cijfers significant. Wat inhoudt dat de rolkracht groot is 8,5 Newton. Dus door middel van de momentenwet hebben we kunnen achterhalen hoe groot die kracht is.